Longkanker is een aandoening die een enorme impact heeft op patiënten. Een enorme schok voor patiënten als zij de diagnose krijgen. Wij zijn hier op zoek naar nieuwe behandelingen. Dus of we veel meer zorg op maat kunnen maken. Omdat we merken dat gewoon bij elke patiënt, elke longkanker weer anders is. En dat is echt waar wij als groep veel focus op hebben. Ik denk dat de kracht is dat er een hele grote groep specialisten rondom een patiënt staat en altijd meekijkt naar de behandeling die de patiënt krijgt en of dat de beste behandeling is en of er nog iets anders mogelijk is. De patiënten die hier binnenkomen weten dat ze longkanker hebben. Dus die schok die hebben ze helaas al gekregen in een eerder stadium. Zij komen vaak met een specifieke vraagstelling naar ons toe. Het krijgen van een tweede mening van ons team. En er zitten ook patiënten tussen waar wij de behandeling van kunnen overnemen. Omdat wij hen toch iets meer te bieden hebben dan in het verwijzend ziekenhuis mogelijk is. Als ik de patiënten voor het eerst zie, zijn ze vaak toch wel heel erg gespannen. Ze zijn nog niet zo heel erg bekend in het ziekenhuis. Ze weten eigenlijk niet zo goed wat ze kunnen verwachten. Dus wat ik dan probeer is om erachter te komen wat maakte dat ze zo gespannen zijn, waarvoor ze zo gespannen zijn. En dan proberen we daarover te praten, hoe we dat kunnen oplossen of hoe we dat wat makkelijker voor ze kunnen maken. Het doel van ons multidisciplinair behandelteam is om de zorg voor de patiënten met longkanker, zowel in een vroeg stadium als in een verder gevorderd stadium, zoveel als mogelijk te optimaliseren. Een van de manieren om dat te bereiken is het doen van wetenschappelijk onderzoek. Er lopen hier een heel aantal studies en onder andere gaat er hier veel aandacht uit naar het combineren van verschillende therapiemogelijkheden. Onze core business is dus eigenlijk ook wel het brengen van nieuwe technieken in de kliniek. En dat is ten eerste natuurlijk de komst van de immuuntherapie voor longkanker. Dat heeft echt het veld enorm veranderd, die behandeling enorm veranderd. En wij zijn er al heel vroeg mee begonnen. Met als consequentie dat ik dus nu inderdaad gewoon patiënten heb met uitgezaaid longkanker die al 3 jaar geen behandeling meer hebben omdat die immuuntherapie zo goed aangeslagen is. Ja, dat is echt baanbrekend voor ons geweest en daar hebben we helemaal aan het begin van mogen staan. Je treft mensen in een hele onzekere fase in hun ziekte. Niet alleen de patiënt zelf, maar ook de naaste om de patiënt heen. En het is voor ons heel dankbaar om een patiënt daarin te begeleiden en zo goed als mogelijk daardoor heen te loodsen. Wat ik merk aan de patiënten is dat ze het heel fijn vinden. Dat ze weten dat ze je kunnen bereiken. Dat ze met vragen bij je terecht kunnen. Dat ze ook best 5 keer mogen bellen met dezelfde vraag als ze het niet kunnen onthouden. Patiënten waarderen dat wel, merk ik. De combinatie van heel veel patiëntenzorg in combinatie met veel onderzoek ontwikkelen, dan functioneer ik eigenlijk op mijn best. Wat mij trots maakt, iedere medewerker in het ziekenhuis, van verpleegkundigen en dokters aan de ene kant tot administratief personeel in de raad van bestuur aan de andere kant, iedereen zet zich maximaal in voor de behandeling van een patiënt met kanker. Dat maakt dat je ook gewoon het werk wat je doet, dat je dat ook goed kan doen en dat het ook leuk is. Welkom allemaal. Welkom bij de online publiekslezing vanuit het Antonie van Leeuwenhoek. Voor iedereen met longkanker, voor iedereen die iemand kent met longkanker of gewoon mensen die geïnteresseerd zijn. Wij realiseren ons heel goed dat het nu om 7 uur tegelijkertijd begint met de persconferentie om de nieuwe maatregelen in coronatijd te horen. We maken ons natuurlijk ernstig zorgen over mensen die in eenzaamheid zitten, mensen die kanker hebben en niet hun vrienden en geliefden om zich heen kunnen hebben. We praten daar veel over. We merken ook dat mensen die kanker hebben, longkanker hebben, behandelingen krijgen, angstiger zijn dan andere mensen. Het is ontzettend belangrijk dat in dit centrum, op dit moment, ik hoop dat het zo blijft, alle zorg gewoon doorgaat, niet afgeschaald is. Wij proberen ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk corona uit de deur blijft, zodat onze patiënten die chemotherapie krijgen, heel kwetsbaar zijn, niet besmet kunnen raken. Ik wil nu graag de eerste spreker, nadat ik het programma met u gedeeld heb. We beginnen met Koen Hartemink. Die gaat praten over de enorme nieuwe chirurgische technieken die hij beheerst en met zijn team nu kan uitvoeren, zoals de robotchirurgie. Vervolgens komt Dita Brandsma aan het woord. Zij is neuroloog en ze vertelt over de wereld van uitzaaiing in de hersenen. Dat is ontzettend belangrijk, want het komt veel voor bij longkanker, maar het is niet direct het einde van de wereld.
Aansluitend zal Joop de Lange alles vertellen over mutaties. Kanker is een ziekte van het DNA, er zijn altijd mutaties. Maar hij kan u alles vertellen over specifieke mutaties die een gerichte behandeling mogelijk maken. Daarna zal Margriet Quint, radiotherapeut of eigenlijk physician assistant, maar ze had net zo goed radiotherapeut kunnen zijn, vertelt u over bestraling en bij stadium 3. Dat wil zeggen bestraling samen met chemotherapie vooral. En dan eindigen we met een heel mooi en bijzonder verhaal met mevrouw Ploeg. Zij is patiënte in het Antonie van Leeuwenhoek. En samen zal ik met haar de weg van de behandeling met immuuntherapie met haar gaan bespreken. Ik introduceer nu Koen Hartemink. Wanda, dank voor de introductie. Mijn naam is Koen Hartemink. Ik ben sinds 2013 als chirurg werkzaam hier in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Waar ik mij voornamelijk bezighoud met longkanker en wetenschappelijk onderzoek op dat gebied. Maar daarnaast mij tevens bezighoud met slokdarm- en maagchirurgie en endocrine- en schildklierchirurgie. Ik ben gevraagd om iets te vertellen over de innovaties binnen de chirurgie, de behandeling van longkanker middels chirurgie. En ik zal beginnen met wat algemene informatie te geven over longkanker. En mij daarbij met name richten op de chirurgische behandeling, gezien de sprekers na mij die zullen spreken over andere vormen van behandeling. Ik zal wat vertellen over de geschiedenis van de longchirurgie en ik zal een aantal operatieve technieken aan u tonen, met behulp van illustraties, foto's en video's. Ik denk dat hele nette foto's en video's zien, maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn, zeker in een bepaald ziekteproces wat ze doorlopen, die het onprettig vinden om te zien. Dus ik zal aankondigen wanneer ik foto's en video's aan u toon. De patiënten die gefilmd zijn, zijn allemaal onherkenbaar in beeld. Dus het beeldmateriaal is niet te herleiden naar de individuele patiënt. En tot slot zal ik nog enkele conclusies formuleren met betrekking tot de rol van de robot in de chirurgische behandeling van longkanker. Longkanker behoort samen met huid, borst, darm en prostaatkanker tot de meest voorkomende kwaadaardige tumoren in Nederland, zoals u aan de linkerkant in de figuur kunt zien. Aan de rechterkant kunt u zien dat het aantal sterfgevallen per jaar kankergerelateerde sterfte bij longkanker veruit het meest is. Bij elkaar genomen sterven er helaas jaarlijks bijna net zoveel mensen als longkanker. Aan longkanker als de eerder genoemde huid, borst, darm en prostaatkanker bij elkaar. Voornaamste risicofactoren, het mag bekend zijn, is roken. Meer dan 85% van de longkanker is geassocieerd met roken. En de kans op longkanker neemt toe naarmate iemand meer en langer gerookt heeft in zijn leven. Maar stoppen met roken helpt. Preventief, dus in het voorkomen van longkanker, maar ook is het zinvol na het stellen van de diagnose longkanker. Tijdens de behandeling van longkanker. De prognose verbetert en de kans op uitzaaiingen wordt kleiner. Preventie van roken, met name bij de jeugd, is daarom van groot belang. Veel mensen die we zien met longkanker blijken geen klachten te hebben. En niet zelden wordt de diagnose bij toeval gesteld. Denk aan een ongevalspatiënt die zich presenteert op een spoedeisende hulp waarbij een röntgenfoto wordt gemaakt van de longholte of een CT-scan waarbij er een afwijking in de long wordt aangetoond. En dan begint het balletje van de diagnostiek te rollen. Maar mensen kunnen ook klachten hebben uiteraard. Een vrij kenmerkende klacht is bloedophoesten, maar er zijn ook vrij veel algemene klachten. Hoestklachten, kortademigheid, vermoeidheid, gewichtsverlies. Klachten die we overigens in het huidige COVID-19 of coronatijdperk ook regelmatig zien. Met name als deze klachten persisteren of als er een combinatie is van deze klachten, dan is het raadzaam om de huisarts te raadplegen om eventueel aanvullend onderzoek te doen. We hebben in Nederland een hele actieve patiëntenorganisatie, Longkanker Nederland. Een organisatie die goed ingelicht is, een goede website heeft waar heel veel informatie op te vinden is, waar vragen gesteld worden die beantwoorden door een medisch specialistenpanel. Een website waar informatie op staat over longkanker, over longvlieskanker, over timomen, kwaadaardige tumoren van de zweesrik achter het borstbeen gelegen. En zij publiceren up-to-date gegevens zoals hier weergegeven in een factsheet, actuele cijfers in dit geval over longkanker. De moeite waard om daar een kijkje te nemen.
Op het moment dat iemand verdacht wordt van longkanker, dus op het moment dat er aanwijzingen zijn dat er longkanker speelt, er worden een heel aantal onderzoeken gedaan. Ik heb er een paar hiervan getoond op deze dia. Van links naar rechts, er wordt een röntgenfoto gemaakt. Een röntgenfoto van de longholte, om eventuele afwijking aan te tonen. Er vindt een bronchoscopisch onderzoek plaats, een kijkonderzoek, waarbij er via de neus of via de mond, via de luchtpijp in de long gekeken wordt, om te kijken of er een afwijking zit in de long, met ook de mogelijkheid om daar een punctie of een biopsie van te nemen. Het middelste van de vijf plaatjes toont een CT-scan, om een afwijking in de long aan te tonen. En het plaatje daarnaast toont het beeld van een PET-scan. Een onderzoek waarbij een radioactieve tracer, die zichtbaar gemaakt kan worden met het scanapparaat, gekoppeld wordt aan een suikermolecuul, aan glucose. En tumoren, longkanker doorgaans, neemt deze glucose op en daardoor wordt de tracer wordt zichtbaar. In het rechterplaatje ziet u een plaatje van een longfunctieonderzoek, wat bijvoorbeeld gedaan wordt op het moment dat iemand een operatieve behandeling zal ondergaan. Een blaas- en een aanhalingsonderzoek. Het doel van al deze onderzoeken is om het tumorstadium vast te stellen. We willen weten hoe groot is de tumor, wat is de relatie van de tumor met de omgevende structuren. Zijn er lymfeklieren aangedaan, met andere woorden zijn er uitzaaiingen in de lymfeklieren en zo ja, waar zitten die dan? En zijn er aanwijzingen voor uitzaaiingen in andere organen, in de andere long, in de hersenen, in de lever, in de botten. En dan komen we tot een stadiumindeling. Aan de linkerkant ziet u stadium 1, het vroeg stadium longkanker, een relatief kleine tumor zonder uitzaaiingen in de lymfeklieren, zonder uitzaaiingen in andere organen. En helemaal aan de rechterkant ziet u een stadium 4 tumor, waarbij de uitzaaiingen zijn in andere organen. We kennen diverse behandelingen voor longkanker. Een operatieve behandeling, op het linkerplaatje zichtbaar. Een bestralingsbehandeling, waar u zo dadelijk meer over zal horen. Chemotherapie, ook doelgerichte therapie, waar collega De Lange straks meer over zal vertellen. Gericht op DNA-afwijking in de tumor en immunotherapie, al eerder door Wanda aangekaart. Welke behandeling nou geschikt is voor de individuele patiënt hangt van een aantal factoren af. Ten eerste patiëntfactoren. Is een patiënt vitaal? Heeft de patiënt andere aandoeningen, hart- en vaatziekten, andere longaandoeningen? En wat is uiteraard de wens van de patiënt met betrekking tot de behandeling? De kenmerken van de tumor zijn van belang. Hoe groot is de tumor? Wat is de onderlinge relatie met omgevende structuren? Zijn er eventuele DNA-afwijkingen in de tumor die aangepakt kunnen worden met medicijnen? En uiteraard, wat is het stadium van de longkanker? Een stadium 1 tumor vergt een andere behandeling dan een stadium 4 tumor met uitgebreide uitzaaiingen. Kort iets over de geschiedenis van de longchirurgie. Hoe heeft zich dat ontwikkeld in de afgelopen 100 jaar? Eind 19e, begin 20e eeuw werd longchirurgie met name toegepast voor infecties. Denk aan tuberculose, TBC. Door Robert Koch in 1882 vastgestelde bacteriële infectie. Begin van de 20e eeuw vonden operaties met name plaats voor bronchiectasieën. In dit plaatje zichtbaar verwijdingen van de luchtwegen met ophoping van slijm en terugkerende infecties. En op het moment dat zich dat in een deel van de long afspeelde, dan kon er een operatieve behandeling voor plaatsvinden. Maar in die jaren vonden er ook ontwikkelingen plaats op het gebied van operaties van tumoren in de long. De eerste lobectomie, dus de eerste operatie waarbij een longkwab verwijderd werd, werd verricht door professor Zaaier, chirurg in Leiden, die ook de uitvinder was van het overdruk narcoseapparaat, waarmee narcose tijdens de operatie gegeven kon worden. En 13 jaar later, in 1940, vond de eerste pneumonectomie plaats, operatie waarbij de gehele long verwijderd werd. Kijken we nu naar de jaren daarna, dan zagen we dat tussen de jaren 50 en 70 dat de narcosetechniek duidelijk verbeterde. De chirurgische ervaring in Nederland nam toe en de postoperatieve zorg, de intensive care zorg, verbeterde. En op dat moment werd longchirurgie uitgevoerd in de academische ziekenhuizen en in een paar grote perifere ziekenhuizen. Maar in de jaren 90 voerden we inmiddels longchirurgie uit in ruim 80 Nederlandse ziekenhuizen. En longchirurgie werd inmiddels longkankerchirurgie, omdat de eerder genoemde infectieuze aandoeningen op een andere manier, bijvoorbeeld met antibiotica, behandeld werden. De zorg werd professioneler. We begonnen onze resultaten met elkaar te delen en te bespreken. We bespraken onze ontwikkelingen. Er werden richtlijnen opgesteld van hoe dien je een patiënt met longkanker te behandelen. En er ontstond een formele opleiding tot longchirurg. Echter, er was nog maar weinig innovatie op het gebied van chirurgische technieken.
En tot 2008 werden eigenlijk bijna alle longkankeroperaties via een open methode, zogeheten torcotomie, uitgevoerd. Wil ik nu wat vertellen over de verschillende operatietechnieken. Ik zal er zo dadelijk 3 tonen. Maar eerst wil ik u laten zien dat er diverse toegangswegen benaderingen zijn tot de longholte. Hier weergegeven en 3 van deze benaderingen zal ik tonen. En welke benadering gekozen wordt hangt van een heel aantal factoren af. Maar onder andere wat moet er verwijderd worden in de long en waar zit de afwijking die verwijderd moet worden. Zoals gezegd, 3 wil ik eraan u tonen en daar zal ik nu enkele plaatjes van laten zien. Te beginnen met de open operatie, de klassieke operatie, de torcotomie geheten. De patiënt ligt op de zij, zoals in het linkerplaatje zichtbaar, en er wordt een snee gemaakt tussen de ribben. Er staat een operateur en een tweede operateur, een assistent of een tweede longchirurg, aan weerszijden van de tafel. En zoals in het plaatje rechtsboven te zien, wordt er een spreider, een Finicetto-spreider geheten, wordt er geplaatst tussen de ribben om de ribben iets uit elkaar te duwen en toegang te verkrijgen tot de longholte. Rechtsonder ziet u het plaatje aan het eind van de operatie, waarbij de ribben weer naar elkaar toe gehecht worden. En daarna wordt uiteraard worden de spieren en wordt de huid weer gesloten. De kijkoperatiemethode werd zoals gezegd in 2008 geïntroduceerd in Nederland. Dat werd gedaan vanuit het Atrium Medisch Centrum door Jan Sieberga en Ewout Bolle. Op dat moment werden de eerste 23 kijkoperatielobectomieën, dus verwijdering van de longkwab, gepresenteerd en opgeschreven. En nadien zagen we een hele snelle verspreiding van deze operatietechniek over heel Nederland. Hoe gaat dit in zijn werk? We doen een kijkoperatie. 2 operateurs staan of naast elkaar of tegenover elkaar. Naast de operatietafel waar de patiënt wederom op de zij ligt. En we opereren weliswaar naar beneden, namelijk richting de borstholte. Maar we kijken op een monitor die voor ons hangt. Links, het linkerplaatje wat u nu ziet op de dia aan de rechterkant, ziet u de endosuite, dus de operatiekamer zoals we die hier in dit ziekenhuis hebben. We hebben hier de luxe dat wij kunnen opereren met een 3D-beeld, met diverse monitoren die aan het plafond hangen. En de zwarte monitoren die u ziet, de 2 in het midden, dat zijn 3D-monitoren. We opereren met een scope, met een camera, met 2 lichtbronnen, 2 camera's, zodat we een 3D-beeld krijgen. En op het plaatje rechtsonder, als mijn eigen persoon even weggehaald kan worden, ziet u de operateurs die dus een 3D-brilletje op hebben, alsof we in de bioscoop zitten. En zo ziet dat er nou uit. We maken 3 sneetjes in de borstholte. Het linkersneetje, daar gaat de camera door naar binnen. En de andere 2 sneetjes is voor de 2 operateurs die in dit geval aan weerszijde van de patiënt staan. En op die manier verwijderen we de longkwab. De derde operatietechniek waar ik iets dieper op in wil gaan betreft de robotchirurgie. Dit is het robotsysteem zoals u dat hier ziet, het nieuwste systeem zoals we dat hier in dit ziekenhuis hebben. We hebben 2 robotsystemen in dit ziekenhuis, dus we kunnen veelvuldig gebruik maken van de robot. Niet alleen binnen de longchirurgie, maar ook binnen de andere disciplines. Het bestaat zoals gezegd uit 3 systemen. Het linkersysteem is de robot met de 4 robotarmen waar de instrumenten aan gekoppeld worden. Het middelste systeem wat u ziet hier is het besturingssysteem met de software. En aan de rechterkant ziet u het werkterrein van de chirurg, de console of de cockpit. Hier ziet u een opstelling van een van onze 2 robotoperatiekamers. De linkerfoto ziet u mij zitten in de cockpit. U ziet dat de handen die bedienen de joysticks, 2 joysticks. En bij de voeten zijn een aantal voetpedalen, 6 in totaal, die je kunt bedienen. Waarbij je kunt switchen bijvoorbeeld tussen de verschillende robotarmen. U zag dat de robot 4 armen heeft, maar uiteraard wij als operateur hebben maar 2 armen. En we kunnen switchen tussen de verschillende armen. Daar zijn onder andere de voetpedalen voor bedoeld. En met de handen bedienen wij de robottrokkaars, dus het robotinstrumentarium. Aan de rechterkant ziet u collega Veenhoff zitten. Wij doen deze operatie in dit ziekenhuis eigenlijk altijd met 2 longchirurgen. We hebben een team met 3 longchirurgen, Hauke Klomp, Sander Veenhoff en ikzelf. En een verpleegkundig specialist, Sally en Keese. En we opereren eigenlijk altijd met 2 of met 3 longchirurgen. En in dit geval zit er 1 in de console, in de cockpit, en de ander zit aan tafel. U ziet de robot over de patiënt heen. De patiënt is nagenoeg niet zichtbaar, maar ligt daar onder de blauwe doeken. Links op de foto. Collega Veenhoff zit aan de tafel en kan instrumenten vervangen van de robotarmen. En iets aanpakken wat in de longholte zit, bijvoorbeeld een lymfeklier die eruit gehaald moet worden. En Rebecca, onze operatieassistente, zit aan tafel om ons daarbij te assisteren.
U ziet een vaag beeld op de drie monitoren, omdat ook dit weer driedimensionaal gebeurt. Dus ook zij dragen weer een 3D-beeld om naar de beelden te kunnen, of naar de monitoren te kunnen kijken. Ik zit in dezelfde ruimte, rechts achterin om het hoekje. Dus het is niet zo dat wij op afstand opereren. We zitten fysiek in dezelfde ruimte, maar wel op enkele meters afstand. Wilde ik graag een tweetal filmpjes tonen. Te beginnen met het linker filmpje en ik zal het rechter filmpje synchroon mee laten lopen. Om te laten zien hoe die robot dan bediend wordt. Dus met de joysticks bedien ik de robotarmen. Dat ziet u op de rechter, in het rechter filmpje. Het middelste is de camera die vrij rechtop staat. En aan de rechter aan de linkerkant ziet u de robotarmen bewegen die ik dus bestuur met mijn vingers. En collega Veenhoff brengt in dit geval een gaasje in de longholte. Maar kan ook bijvoorbeeld assisteren door de longkwap opzij te houden of iets aan te pakken in de longholte. En op die manier werken we als een team bij een dergelijke operatie. Heb ik een viertal filmpjes om te illustreren wat we in de longholte doen. Aan de linkerkant ziet u een tumor gelegen achter het borstbeen. U ziet op in het linker filmpje ziet u rechts onderin dat wittige wat doorschijnt. Dat is het hartzakje. Daar ziet u het hart in kloppen. Zo dadelijk de tumor lag op het hartzakje. En daar halen we het vanaf. Halen we het van los om hem op te sturen voor weefselonderzoek. In het rechter filmpje ziet u een lymfeklier bij een patiënt met longkanker. Een lymfeklier die vergroot en verdacht is en die verwijderd diende te worden tijdens de operatie. Dus tijdens die operatie hebben we de longkwap verwijderd en we verwijderen een aantal lymfeklierstations, waaronder de lymfeklier die u hier in beeld ziet. Ik zal eerst het linker filmpje starten. Dus we hebben twee werkkanalen. Het derde werkkanaal is dus in dit geval de camera. En we openen hierbij het vlies op het hartzakje. U ziet het hart daaronder kloppen. En op deze manier maken we de tumor los van de omgevende structuren. Waaronder de zenuw die naar het middenrif loopt. Die ziet u links onder in beeld, onder dat rolletje, onder dat gaasje. En het hartzakje. Parallel zal ik ook het filmpje aan de rechterkant laten lopen. Daar ziet u de lymfeklier. Die verwijderen we. De rook die u ziet verschijnen, dat is het gevolg van het diathermisch mes, zoals we dat noemen. Een apparaat waarbij we door verhitting de bloedvaartjes direct dichtbranden. Op deze manier verwijderen we de lymfeklier. En mijn collega aan tafel pakt hem vervolgens beet om hem te verwijderen, zodat hij opgestuurd kan worden voor weefselonderzoek. De volgende twee filmpjes betreft een longoperatie. De longoperatie zelf, waarbij we een van de slagaders die naar de longkwap die we moeten verwijderen door gaan nemen. Ik zal beginnen met het linker filmpje. Terwijl ik ondertussen vertel dat u hier een rubber bandje ziet. Die ik van de linker naar de rechterhand overpak en om de slagader heen breng. Zodat de slagader opgetrokken kan worden. Zodat we daarna met een nietjesapparaat de slagader door kunnen nemen. De rechterkant ziet u dat nietjesapparaat in beeld verschijnen. Het rechterfilmpje. Die brengen we om de bloedvaten heen. Dat doen we met de slagader die naar de kwap gaat, naar de ader die naar de kwap gaat en ook naar de aftakking van de luchtpijp die naar die kwap gaat. Die worden allemaal op een identieke wijze worden die verzorgd. Ik zal laten zien hoe die niet, voordat ik naar de volgende slide ga. Dus die brengen we eromheen. Dat doet weer mijn collega die aan tafel staat. We verwijderen het rubberbandje. Om te voorkomen dat die in de nietjes rij komt. We sluiten het nietjesapparaat. En dan ziet u een mes van achter naar voren richting de punt van het apparaat gaan. Vervolgens gaat die open. En dan ziet u aan weerszijden. Ziet u nietjes zitten in de doorgenomen, in dit geval slagader. Nou, hetzelfde beeld zult u zien aan de linkerkant. Dus de stapeler nietjesapparaat gaat onderdoor. Het rubberbandje wordt verwijderd. En hierbij is de nietjesrij iets makkelijker te zien. Dus het mes gaat weer van achter richting de tip van de stapeler. Zoals u hier ziet, de nietjes worden afgevuurd. En op het moment dat we hem openen, ziet u aan weerszijden de nietjesrij zitten. En is de slagader naar de kwap die we moeten verwijderen doorgenomen. Nou, wat zijn nu de voordelen van het robotsysteem? Ten eerste is het een driedimensionaal beeld. Dat kan ik hier uiteraard niet laten zien. Maar wij hebben in de console en ook de collega's die aan tafel staan, hebben een driedimensionaal beeld. Volledig high definition. En ikzelf als operateur heb een 10 keer vergroot beeld. En dat maakt dat je met veel meer precisie kan opereren. En daarbij normaal longweefsel kan sparen. En bloedvaten en zenuwen en spieren. Het maakt nauwkeurig opereren mogelijk in een kleine, moeilijk bereikbare ruimte.
Dit leidt, als je het vergelijkt met de open, traditionele of klassieke operatie, tot minder complicaties. En postoperatief zien we met name de voordelen, namelijk voor onze patiënten. En dat is ons om te doen uiteraard. Minder pijnklachten, een sneller herstel na de operatie. Kortere opnameduur, mensen kunnen sneller mobiliseren. Maar ook de hervatting van het werk en de sociale activiteit is sneller. En heel belangrijk, het leidt tot een betere kwaliteit van leven. Daarnaast, als mijn eigen plaatje weer even weg mag, maakt de training mogelijk op het moment dat we, zoals we dat hier hebben in het ziekenhuis, een tweede console hebben. Zodat een collega naast je kan zitten in de cockpit en je continu instrumenten over en weer kan uitwisselen. En dus een collega een deel van de operatie kan doen. Is de robot dan beter dan andere technieken? Nee, niet voor alle operaties. Daar moeten we reëel in zijn. Voor sommige operaties is een open operatie een prima operatie. Het doel van de operatie is een complete verwijdering van de longkwab waar de tumor in zit. Het doel is niet om het te doen met een robot. Als het doel met een robot gedaan kan worden, dan is dat natuurlijk fantastisch, want het leidt tot een veel sneller herstel. Maar het primaire doel is een goede oncologische operatie. Het is beter voor tumoren die achter het borstbeen liggen. Bijvoorbeeld tumomen, tumoren uitgaand van de zweesrik. Of het verwijderen van lymfeklieren in de borstholte. En het is voor een aantal longoperaties beter. Sommige bovenkwabben en segmentresecties, waarbij we een deel van een longkwab verwijderen. Nadelen, het is een heel duur apparaat. En het gebruiken van is heel duur. Dus per procedure is het heel duur. En daarnaast kent het uiteraard een leercurve. Kom ik tot mijn laatste twee slides. Behandeling van longkanker maakt een enorme ontwikkeling door in Nederland en zeker in dit ziekenhuis. Er is expertise op het gebied van weefsel en DNA-onderzoek van tumoren. Die expertise ligt bij onze pathologieafdeling. We hebben op maat gemaakte medicijnen, doelgerichte therapie en immunotherapie. Expertise ligt op de bij de afdeling longziekte. En de radiotherapeuten kunnen met precisiebestraling, wat we stereotactische radiotherapie noemen, waar u zo meer over hoort, heel exact een tumor bestralen. Daarnaast hebben we een aantal innovatieve chirurgische technieken, bijvoorbeeld de robotchirurgie. En steeds vaker combineren we een aantal behandelingen bij een patiënt. Bijvoorbeeld immunotherapie, gevolgd door een operatieve behandeling. En, ik denk een heel sterk punt van dit ziekenhuis, er is heel veel aandacht voor een begeleiding van een patiënt voor, tijdens en na de behandeling. Waarbij er oog is voor de kwaliteit van leven. Onderwerp van deze voordracht was een robotchirurgie. Echter, iedere patiënt verdient een multidisciplinaire behandeling door een heel team. Wil ik afsluiten met deze foto van het Koninklijk Harmoniegezelschap OBK in Zeist. Foto genomen in 1986, Vredenburg in Utrecht. U ziet centraal op het podium de solist, de pianist achter de vleugel. Maar het is het complete orkest dat de muziek maakt. En zo is het ook met longkankerbehandeling. It takes an orchestra, not a solist, to cure cancer. Dank voor uw aandacht. Zeer veel dank, Koen. Er is een vraag binnengekomen. En wat bedoel je eigenlijk precies met die leercurve? Wat is dat? Nou, dank voor de vraag. Het is met iedere operatietechniek is het zo dat je een aantal stappen moet doorlopen voordat een operatie veilig uitgevoerd kan worden. Dat begint al op dag 1 van onze opleiding. Opleiding tot arts die 6 jaar duurt, maar ook opleiding tot chirurg die 6 jaar duurt. Maar daarna ben je nog niet uitgeleerd. En op het moment dat je een nieuw device wil toepassen in de praktijk, betekent dat je een aantal stappen zou moeten doorlopen voordat je die veilig in de praktijk kan toepassen. Nou, voor de robotchirurgie geldt dat ook zo. En dat betekent dat je die aantal stappen, dat je die op papier zet en dat je bespreekt hoe je die doorloopt. En dat is in dit geval een deel theorie en een deel is dat praktijk. Tot en met een trainingscentrum in het buitenland waar je deze operatie bij doet. En dit is bij uitstek een device waarbij je getraind kan worden door een collega die naast je zit en die je delen voordoet en je delen overlaat nemen op het moment dat je eraan toe bent. Oké. En er zijn in de toekomst, in de dichtbij toekomst, zijn waarschijnlijk nieuwe mogelijkheden om longkanker veel vroeger op te gaan sporen. Want we zijn nu toch vaak rijkelijk laat. Dat zou voor jou en je robotchirurgie waarschijnlijk enorme
meerwaarde zijn? Ja, de robot wordt nu met name ingezet bij vroegstadiumtumoren. En op het moment dat iemand zich met longkanker presenteert, weten we dat ongeveer de helft van de patiënten uitzaaiing hebben bij presentatie. Dat is niet het standaard werkterrein van een chirurg en de robot. We weten wel dat naarmate we tumoren in een vroeg stadium weten op te sporen, dat de inzetbaarheid van de robot, maar dat geldt ook voor de andere kijkoperatietechnieken, meer en meer zal gaan worden. Oké, okay. Ja. Zeer veel dank. Er is de mogelijkheid om vragen te stellen via de Q&A. Dus tijdens het verhaal kunnen jullie continu vragen stellen. En dan zal ik ze doorgeven welke vragen het meest terugkomen. We hoorden net Koen al zeggen dat Longkanker Nederland een belangrijk instituut is, waar patiënten heel veel informatie kunnen ophalen. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om te weten dat wij ook samen met Longkanker Nederland over de onderwerpen hebben gedacht. Wat zij steeds terug horen, wat mensen belangrijk vinden die longkanker hebben. Dus het zijn onderwerpen waar ruim over nagedacht is. Ook hoorde ik Koen zeggen dat klachten van longkanker kunnen nogal wat lijken op corona. En ik denk dat het belangrijk is op het moment dat iemand langdurig hoest, blijft hoesten, spoortje bloed opgeeft, dat je dan toch naar de huisarts gaat. Dat je niet, omdat de klachten van longkanker en corona kunnen op elkaar lijken. Dan wil ik hierna doorgaan met het woord te geven aan Dita Brandsma. Zij is neuroloog in dit centrum. En ik denk dat het ontzettend belangrijk te realiseren is dat het gaat niet over hersenkanker of hersentumor. Het gaat over uitzaaiingen van longkanker in de hersenen. En dat is nogal een groot verschil. Aan het woord, Dita. Goedenavond, iedereen die thuis zit en naar deze presentatie gaat luisteren. Ik wil graag de aankomende 10 minuten vertellen over uitzaaiingen van longkanker naar de hersenen. En ik ga het met name hebben over hoe vaak komt het voor, welke klachten kunnen uitzaaiingen in de hersenen van longkanker geven en welke behandeling moet je geven. Hoe vaak komt het voor? Als de diagnose longkanker gesteld wordt, dan is er, en dat is al eerder gezegd, bij de helft van de mensen, als die diagnose gesteld wordt, al sprake van uitzaaiingen. En die uitzaaiingen die kunnen voorkomen in verschillende organen in het lichaam, maar ook in de hersenen. En als er uitzaaiingen zijn in het lichaam, dan zie je bij 30% van de mensen, dus 1 op de 3 patiënten met uitgezaaid longkanker, heeft ook uitzaaiingen in de hersenen. En die uitzaaiingen in de hersenen ontstaan zo vroeg, is de gedachte, omdat de tumorcellen vanuit die tumor ontsnappen, in de bloedbaan terechtkomen en dan onder andere naar de hersenen kunnen gaan en zich daar kunnen nestelen. Als je kijkt naar waar uitzaaiingen in de hersenen zitten, dan zit 80%, dus 8 van de 10 patiënten die hersenuitzaaiingen hebben, dan zit dat in de grote hersenen. In de grote hersenen, daar zit het geheugen, het gedrag, daar zit de aansturing van armen en benen. Daar zit ook het taalcentrum waarmee je praat. Dus dat is een zeer belangrijk deel van de hersenen. Wat je ziet naast die grote hersenen, is dat er ook uitzaaiingen in de hersenen op kunnen treden in de kleine hersenen. En dat gebeurt bij 15% van de patiënten. In de kleine hersenen zit de coördinatie van de armen en de benen. En de coördinatie ook van het spreken en van het zien. Tot slot zitten uitzaaiingen bij 5% van de patiënten in de hersenstam. In de hersenstam lopen alle zenuwbanen naar de armen en de benen en naar het gezicht toe. Of je klachten hebt van uitzaaiingen in de hersenen die geconstateerd worden en welke, is heel erg afhankelijk van waar die uitzaaiingen in de hersenen zitten. Of die inderdaad in die grote hersenen zitten en waar dan. Maar ook hoeveel ze zijn en hoe groot ze zijn.
De klachten die op kunnen treden zijn onder andere hoofdpijn. En dan gaat het niet om hoofdpijn die je kunt hebben na een dag heel intensief werken of andere activiteiten uitoefenen. Of als je stress hebt, maar het gaat echt om aanhoudende hoofdpijn die toeneemt en die dagelijks aanwezig is. Geheugenstoornissen en moeite met denken, dat komt ook vaak voor bij uitzaaiing in de hersenen. En ook hier gaat het niet om lichte klachten, hè, dus dat je niet weet waar je sleutels zijn of dat je een naam vergeet van iemand. Maar dan gaat het echt om geheugenproblemen die ook aanhoudend zijn en die ernstig zijn en die opgemerkt worden. Daarnaast kun je klachten krijgen die heel erg bepaald worden door waar die uitzaaiing in de hersenen zit. Zo kun je minder kracht krijgen aan de ene kant, aan een arm of een been. Daarnaast is het mogelijk dat een uitzaaiing de hersenen prikkelt. En die prikkelt de hersenen dan elektrisch en daardoor kun je een epileptische aanval krijgen. Dit is een patiënt met een uitzaaiing in de hersenen en die presenteerde zich met krachtverlies in de linkerarm. En als je kijkt naar deze scan, dan ziet u dat ik aangegeven heb waar de uitzaaiing zit in de hersenen. En daaromheen ziet u het wit. En dat witte, dat is vocht in de hersenen. En dat ontstaat door die uitzaaiing. Aan de andere kant ziet u ook wat vocht, daar zit ook een uitzaaiing. Die uitzaaiing die ik aangetoond en aangegeven heb met die tekst, die uitzaaiing zit precies in het aansturingsgebied van de linker lichaamshelft en specifiek in het armgebied. Dus daarom had die patiënt krachtverlies van zijn linkerarm. Deze patiënt hebben we wat dexamethason gegeven, 4 milligram. Dexamethason is heel sterk werkend prednison en dat haalt het vocht weg rond die uitzaaiing. En binnen 2 dagen kon de patiënt zijn linkerarm weer bewegen. Dus dat is een hele goede behandeling tegen vocht in de hersenen, veroorzaakt door uitzaaiing in de hersenen. Maar dat is natuurlijk niet de echte behandeling van uitzaaiingen in de hersenen. Het is de behandeling van het vocht wat het veroorzaakt. Hoe kunnen nou uitzaaiingen in de hersenen goed behandeld worden? Wat we vroeger heel vaak deden, is een volledige bestraling van de hersenen. En dat deden we zowel als er een klein aantal uitzaaiingen waren in de hersenen, maar ook als er meerdere uitzaaiingen in de hersenen waren. Wat we nu doen, is we kijken bij elke patiënt wat het beste is. En heel soms kan dat een volledige bestraling zijn van het hoofd. Maar er zijn tegenwoordig andere mogelijkheden om uitzaaiing in de hersenen te behandelen. Soms is er een operatie nodig. En een operatie is met name nodig op het moment dat een uitzaaiing in de hersenen groot is en uitvalsverschijnselen geeft. Wat we tegenwoordig vaker doen, en met name als de uitzaaiingen wat kleiner zijn, en we houden daarbij zo'n 2,5 centimeter aan, waarbij we net zo goed als met een operatie die uitzaaiing kunnen behandelen, namelijk met hele gerichte bestraling. En in deze dia ziet u een apparaat waarmee we dat heel gericht kunnen doen. En dat gerichte bestralen, dat noemen wij ook wel stereotactische bestraling. Het is natuurlijk heel erg belangrijk dat de patiënt stil ligt. En daar zijn allemaal manieren voor zodat dat gebeurt. En op het plaatje naast het bestralingsapparaat waarmee dat gebeurt, ziet u waar er bestraald wordt. Onder dat rode, daar zit de uitzaaiing. En dat rode gebied geeft aan waar de hoogste dosis van de bestraling komt. En de lijnen daarnaast, die groene tot met de blauwe, komt een klein beetje straling. Maar je kunt met zo'n hele gerichte bestraling dus een zeer belangrijk deel van de gezonde hersenen sparen. En heel gericht die uitzaaiing behandelen. Soms doen we bestraling in combinatie met immuuntherapie. En we weten niet goed het effect van immuuntherapie op hersenuitzaaiingen.
mogelijk heeft dat een positief effect. Maar de combinatie met immuuntherapie doen we met name op het moment dat de tumor in het lichaam ook actief is. En het belangrijke is dat er immuuntherapie gegeven wordt. En dat doen we natuurlijk in samenspraak met de longarts. Wat naast die gerichte bestraling, wat een duidelijke ontwikkeling is geweest van de afgelopen 10, 20 jaar en steeds geavanceerder is geworden, is iets wat ook steeds geavanceerder is geworden binnen longkanker, is het onderzoek naar de DNA-afwijkingen in longkanker. En dat geldt ook voor de behandeling van uitzaaiende hersenen. Het is namelijk zo dat als je een tumor hebt, die tumor bestaat uit tumorcellen. Dat is het middelste plaatje. Zelf vind ik over dat middelste plaatje een beetje op pepernoten lijken, maar het zijn cellen die 3D onder een microscoop een foto van genomen is. En die cellen, die tumorcellen, daar zit DNA in. En dat tumor-DNA, dat is anders dan het DNA in de rest van het lichaam. En dat tumor-DNA, dat kan ervoor zorgen dat die tumorcellen ongebreideld kunnen groeien. Dus daar kunnen veranderingen in zijn, waardoor de groei van die tumorcellen heel erg sterk toeneemt. Bij longkanker is het zo dat er 10-20% van de longkankers, die kunnen we tegenwoordig behandelen met specifieke pillen, behandeling, wat ik zo zal laten zien, die gericht is op afwijkingen in dat tumor-DNA. En dat geldt ook voor de uitzaaiende hersenen. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld osimertinib. En dokter Lange gaat het daar zo meteen ook nog over hebben. Het is een middel wat met name ingezet kan worden op het moment dat er afwijkingen zijn in het zogenaamde EGFR-gen. Een ander middel is alectinib. En alectinib is een middel wat soms ingezet kan worden op het moment dat er DNA-veranderingen zijn in het ALK-gen in de longkanker. Hiermee kun je ook bij uitzaaiende hersenen bereiken dat er gedurende een zeer lange tijd een stabilisatie komt. Uitzaaiende hersenen kunnen weggaan. Maar helaas is het zo dat op een gegeven moment een dergelijk middel niet meer werkt. En op het ogenblik is het zo dat het niet mogelijk is om met dergelijke middelen echt de tumor te genezen. Maar wel om die veel langere tijd stabiel te houden. Nou, er zijn heel veel mogelijkheden, ook voor de behandeling van uitzaaiende hersenen. En wat is nou de beste? De keuze voor die behandeling die wordt inderdaad in het AVL en heel veel andere ziekenhuizen samengemaakt met de mensen die u hier aan tafel ziet zitten. Longarts, radioloog, neuroloog, de neurochirurg, patholoog en verpleegkundig specialist. De reden daarvan is dat elke patiënt anders is, maar elke tumor is ook anders. En elke uitzaaiing of uitzaaiingen in de hersenen zijn ook weer anders. Dus elke behandeling ook. Met dank. Dankjewel, Dita. Er zijn heel veel vragen binnengekomen. Vraag is, kan bestraling ook schade opleveren? Kijk, wat je met bestraling van uithangende hersenen doet, is dat je, ja, je wilt die tumorcellen doden, hè, met bestraling. En je doet dat heel gericht, maar wat we zien is dat er in die eerste week, eerste twee weken, soms een reactie is, hè, met toch wat meer vocht in de hersenen, waarvoor het nodig is om dexamethason te geven. En wat we met enige regelmaat, maar dat gebeurt zeg maar bij 1 op de 5 patiënten ongeveer, zien dat dat na zo'n 6 tot 9 maanden opnieuw gebeurt. En dat je opnieuw wat dexamethason tijdelijk nodig hebt. Hè, want je bestraalt de tumorcellen, maar je moet je voorstellen, er zitten ook kleine bloedvaatjes in. En die bloedvaatjes beschadig je daarmee wel. Vaak is dat op zich wel te behandelen. Dankjewel. Het was ook een vraag die
Als je longkanker hebt, is het dan zinvol om voor de zekerheid de hele hersen te bestralen? Omdat je vertelde dat het best wel vaak voorkomt, om te voorkomen dat ze ontstaan. Ja, dat is een belangrijke vraag. Er is veel onderzoek naar geweest. Moet je nou gericht uithangingen bestralen of moet je dan een bestraling van het hele hoofd bij geven? Het is wel zo dat je met zo'n bestraling van het hele hoofd, zeg maar, minder vaak uithangingen in andere delen van de hersenen krijgt. Maar het nadeel daarvan is een volledige bestraling van het hoofd kan ook behoorlijk wat klachten geven. Hè? En dat kunnen klachten zijn van het geheugen, van het denken. En het is zo dat als we met de huidige behandelmogelijkheden, zeg maar, kunnen bereiken dat tumoren veel langer stabiel blijven in het lichaam. Het zo is dat je de hersenen ook, zeg maar, in goede conditie wilt houden. Je wilt de kwaliteit van het leven van patiënten goed houden. Dus is het belangrijk dat dat niet gebeurt. Dus daarom proberen we bij heel veel mensen te voorkomen, zeg maar, dat ze volledige bestraling krijgen. Omdat op termijn dat niet goed is voor het denken en voor het geheugen. Ja, het gebeurt nu natuurlijk wel standaard bij de kleincellige vorm. Ja. Maar dat wordt ook soms nu meer en meer alleen maar controles met MRI zonder van tevoren. Ja. Want bij de niet-kleincellige gaan we na een gerichte bestraling om de 3 maanden een scan maken, zeker in het begin. Mm-hmm. Opdat als er iets nieuws ontstaat, dat ook heel gericht bestraald kan worden. Ja. En dan in de grote studies, hè, dat je kijkt hoe het met patiënten gaat, blijkt dat het net zo goed gaat met mensen die je dan op zo'n moment gericht bestraalt, ten opzichte van mensen die volledige bestraling geven, maar het geheugen blijft beter. Ja, precies. Ja. Ja, de kwaliteit van leven is natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja. Hoe langer mensen leven, hoe belangrijker ook het kwetsbare brein beschermd moet worden. Ja. En er was nog een laatste vraag. Hoe zie jij dat als routine follow-up? Mensen die bij ons zijn gekomen met longkanker, hoe vaak moeten wij standaard, zonder dat er klachten zijn, is er een protocol voor dat je elke 3 maanden CT of een MRI van het hoofd maakt? Of doe je dat alleen op geleide van klachten? Ja, dat is altijd lastig. Hè? Ik vertelde al, kijk, in het begin is het zo dat een belangrijk deel van de patiënten al uithangingen heeft. Hè? Die worden dan ook gediagnosticeerd, wordt een MRI-scan gemaakt. Het is niet zo dat je om de 3 maanden of om de 6 maanden een scan maakt. Vervolgens doe je het alleen maar op het moment dat er klachten zijn. Oké, nou, zeer veel dank. Graag gedaan. Dan wil ik de volgende spreker aankondigen, dat is Joop de Lange. Hij is voorzitter van ons moleculair tumoroverleg. En wij denken eigenlijk als longartsen dat als je de diagnose longkanker krijgt, dat nooit meer zonder heel gedegen moleculair onderzoek van de tumor kan. Wat je vaak hoort is dat mensen dan bang zijn dat ze een mutatie hebben, dat ze dat door kunnen geven aan hun nageslacht. Dat is niet het geval. Dit gaat over tumor-DNA. Dus het is niet overdraagbaar aan de volgende generatie. Ik wil hier Joop de Lange. Bedankt Wanda voor de mooie introductie. We gaan u iets vertellen over wat Wanda zegt. Longkanker gekenmerkt door een bepaalde mutatie. Hoe gaan we daarmee om? Hoe behandel je dat? Ik weet niet of ik ergens mijn dia's kan zien. Ja. Dit is eigenlijk een dia die laat zien hoe eigenlijk longkanker verschillend kan zijn. En wat u ziet is aan de bovenkant ziet u de situatie zo rond 1990. Dat is een situatie die eigenlijk totaal niet anders is dan nu. Dus of je longkanker had in 1990 of misschien wel in 1950 of dat je longkanker krijgt dit jaar. De DNA-veranderingen zijn niet anders. Alleen wat veranderd is, is dat we tegenwoordig door een hele gedetailleerde analyse van de tumor het onderscheid kunnen maken tussen verschillende vormen van longkanker. Aan de buitenkant kunnen we dat niet zien. Of je nou donkere huidskleur hebt of een lichte huidskleur, man of vrouw bent. We kunnen aan de buitenkant niet zien wat voor type longkanker het is.
en wat daar de beste behandeling voor is. We zijn eigenlijk altijd maar op zoek naar de Achilleshiel van die tumor. En waar is die het meest gevoelig voor en hoe kunnen we de behandeling vinden met de grootste ratio tussen werking en bijwerking. Het is dus ongeveer nog maar 15 jaar geleden dat we als longarts een onderscheid maakten tussen ofwel kleincellig longkanker ofwel niet kleincellig longkanker. De ene groep van de mensen kreeg chemotherapie A, de andere groep van de mensen kreeg chemotherapie B. En als dat uitgewerkt was, hadden we geen andere behandeling meer. Heeft het zin voor mij om door te praten? Want ik zie helemaal niks meer. Op de tv, maar dat maakt niet uit, ik kijk wel een beetje achter mij. En dat is dus in een paar jaar is dat veranderd, waarbij we het hele DNA van iemand nakijken. En als je 10 mensen ziet op een dag als longarts, kunnen dat 10 verschillende behandelingen zijn. Dus dat is enorm veranderd. En wat daarbij soms achterblijft, is de kennis van de longarts. En dat komt omdat die veranderingen zo snel zijn gegaan, dat is moeilijk bij te houden. Wat ik wil vertellen is welke mutaties moeten we naar kijken. En dat is een lijstje wat u ook mee kan nemen als je longkanker hebt of familie bent en met iemand meegaat. Moet je eigenlijk dat gewoon aan de longarts laten zien van is dit allemaal nagekeken. Vervolgens, hoe kan je dat dan het beste behandelen? Waarom is een behandeling op een gegeven moment uitgewerkt? En wat voor onderzoek moet je dan doen en hoe kun je dat weer het beste behandelen? En nog een kleine blik op de toekomst. Welke ontwikkelingen komen eraan? Dit is het lijstje wat wij eigenlijk als longarts ook gebruiken. Op het moment dat ik iemand zie als tweede mening, die verwezen is vanuit een ander ziekenhuis, is dit het lijstje wat ik in mijn achterhoofd heb. En gewoon eigenlijk nakijk van wat is er op het biopt van de tumor nagekeken. Als ik daar iets mis, dan vraag ik het materiaal op en bepaal ik dat na. Wat wel is, is dat over het algemeen is, als er één van die DNA-veranderingen is gevonden in de tumor, dan hoef je niet meer te kijken naar alle andere. Want ze zijn wat wij noemen mutually exclusive. Als je de één hebt, heb je de ander niet. Dus zo gauw de één is gevonden, kun je stoppen. Maar als met een bepaalde analyse geen enkele afwijking is gevonden in dat DNA, en er zijn er een aantal niet getest, dan moet je gewoon je longarts vragen om daarnaar te kijken. Nou, waarom kan het nou zo goed werken? Wij geven één medicijn, vaak zijn het tabletten. En tumoren reageren vaak enorm goed. Nemen soms wel met 70-80% af. En dat komt, dit is een beetje het figuurtje wat ik altijd in mijn achterhoofd hou als ik het probeer te begrijpen. Is dat wij in een normaal lichaam kunnen wij groei aan- en uitzetten in ons lichaam. Dat wil zeggen heel veel cellen vernieuwen. Als er schade is, bijvoorbeeld een botbreuk, dan maken wij zelf nieuw bot aan. Het enige wat we hoeven te doen is we zetten het recht. En vervolgens maakt het lichaam dus nieuw bot aan en geneest dat. Terwijl normaal gesproken dat bot helemaal niet groeit. Dus wij kunnen groei aan- en uitzetten. Dat gebeurt via dat soort antennetjes. Wat je ziet, die zitten door de celwand heen. Dus dit is een cel. En die antennetjes aan de buitenkant die kunnen gestimuleerd worden en daardoor komt er een groeisignaal de cel in en gaan die cellen delen. En die antennetjes die aan de buitenkant zitten, en die hebben namen EGFR, HER2, die kunnen we normaal gesproken aan- en uitzetten, afhankelijk van of er groei nodig is. Wat gebeurt er in een tumorcel? Er vindt een DNA-verandering plaats, waardoor zo'n groeiantenne continu aanstaat. Dus dat kan niet meer aan of uit worden gezet, staat continu aan en dat zorgt voor een continue celdeling en zo kan zo'n tumor ontstaan. Wat wij doen met tabletbehandeling, die bindt aan zo'n antenne en die zet dat signaal uit. En dat werkt dus als er zo'n DNA-verandering is, waardoor dat groeisignaal continu aanstaat. Je geeft een tablet en vervolgens rem je dat groeisignaal waar die tumor helemaal van afhankelijk is en daarom werkt dat ook zo goed. Wat is nou het verschil met als je zo'n mutatie niet hebt? Dan zijn er ook DNA-veranderingen, wat Wanda eigenlijk zei. Hè, dat is eigenlijk de basis van waarom kanker kan ontstaan. Maar wat wij ook zien bij sommige typen longkanker is dat er niet één DNA-verandering is, maar dat er heel veel zijn. Heel veel van dat soort antennetjes zijn geactiveerd en dan werkt het niet door er maar eentje te remmen.
Dus dat onderscheid maken wij altijd voor de behandeling. Een klein voorbeeld van hoe goed dat dan kan werken. Dit is een 68-jarige vrouw. Hij heeft toch behoorlijk gerookt en daar vonden wij een bepaalde DNA-verandering in het antennetje dat BRAF heet. Daar hebben wij tabletten tegen, de Dabrafenib en Trametinib. Het heeft altijd verschrikkelijke namen. Maar als je dat geeft, dit is zo'n PET-scan waar Koen Hartemink over vertelde. Het linker plaatje is al dat zwarte, dat is niet goed. Een aantal zwarte dingen, die hoorden er wel te zitten. Maar als je gewoon heel simpel kijkt, is het rechter plaatje is minder zwart dan het linker plaatje. En dat betekent dat er heel veel minder tumor is. En dat soort responsen zien we vaak al 2-3 weken na start van de behandeling. Waarbij iemand heel veel pijn, heel moe is en eigenlijk in een aantal weken al enorm op kan knappen. Als het zo goed werkt, waarom leidt het dan niet tot genezing? Je haalt het groeisignaal weg van die tumorcel, maar toch komt de ziekte weer een keer terug. En dit is een plaatje wat eigenlijk de eigenschappen van tumorcellen laat zien. En linksonder ziet u een Engelse zin, genome instability and mutation. Dat wil eigenlijk zeggen dat er continu nieuwe DNA-veranderingen komen in die tumor. Dus je start met een DNA-verandering in zo'n antennetje. Maar je dwingt eigenlijk die tumorcel om iets te veranderen. Er komen nieuwe mutaties bij. En soms is dat een nieuwe DNA-verandering in een ander groeiantennetje. En die neemt dan dat groeisignaal over. En zo'n cel kan groeien ondanks dat je die eerste antenne remt. Dus dat is een resistentiemechanisme. Kun je hier zien in dat plaatje weer als je dat in je hoofd hebt. Bijvoorbeeld als je start met een EGFR-mutatie, dus de tumorcel krijgt het groeisignaal van EGFR. Als dan vervolgens ook een mutatie komt in HER2, dat broertje daarnaast, dan zie je dat die pijltjes gaan, overal hebben ze kruisverbindingen, die kan gewoon dat groeisignaal overnemen. Wat dan de truc is, is allebei remmen. Maar nogmaals, je kunt dat weer niet zien aan de buitenkant. Dus wat wij doen is, we geven de behandeling zolang als dat het werkt. Is het op een gegeven moment uitgewerkt, dan nemen we een nieuw biopt om te kijken wat is daar veranderd. Wat is de ontsnappingsroute van die tumor en hoe kunnen we dat weer opnieuw aanpakken met een nieuw doelgericht medicijn. Dit is een voorbeeld waarin we dat hebben kunnen doen. Dit is een 54-jarige vrouw met een uitgezaaide vorm van EGFR. Positief longkanker, dus dat EGFR-antennetje zorgde voor het groeisignaal van die tumor. Die mevrouw is gestart met een behandeling daartegen, dat heet erlotinib, het tabletje wat dat groeisignaal weer remt. Hele mooie respons, maar je ziet ook dat ongeveer 1,5 jaar daarna de tumor weer ging groeien. Nou, dat geven wij allemaal codes, zodat wij enigszins slim kunnen overkomen en daar werd een T790M-mutatie gevonden. Dat wil niks anders zeggen als dat antennetje, daar moet dat medicijn aan binden. En deze tweede DNA-verandering zorgt ervoor dat het medicijn niet meer goed kan binden. En dus die groeiantenne niet meer goed kan uitzetten. Daar zijn nieuwe tabletten tegen ontwikkeld, wat Dieter Brandsma zei. Dat medicijn heet osimertinib. En dat werkt dan weer fantastisch. Je zoekt echt naar de Achilleshiel van die tumor en je pakt dat aan. Ook dat werkt tijdelijk, hier relatief kort. Dat is 1 maand of 9. En vervolgens zagen wij eigenlijk allemaal weer wat plekken in de long toenemen. Nou, vervolgens is dat biopt genomen. En wat je hier zag, die EGFR-antenne die was vanaf het begin af aan geactiveerd. Maar dat konden we nog goed remmen met die osimertinib. Maar wat wij zagen was dat een ander antennetje het groeisignaal had overgenomen, had gebypast eigenlijk. Nou, en dan is de truc niet zo heel erg ingewikkeld. Je moet beide antennetjes remmen. En dat hebben we ook gedaan. En dat is een behandeling in studieverband geweest. Dus dat zien we dat vaak die behandeling, die ontwikkelingen gaan zo razendsnel. Dat heel veel medicijnen nog niet vergoed worden door de zorgverzekeraar. Maar dat we dat wel bijvoorbeeld in studieverband kunnen geven. Nou, dit is een behandeling van 2 soorten tabletten. En wat je ziet is dat een gigantische respons weer geeft. Eigenlijk al die witte vlekken in de long, die zijn gereduceerd tot nog maar 1 plekje. En u ziet wel wat meer wit, maar dat is al een deel van de buik wat in beeld is. Heel kort, hebben wij daar nog tijd voor, Wanda? Mooi.
Iets over nieuwe ontwikkelingen, van wat komt eraan. En een van de ontwikkelingen waar wij erg in geloven is dat de huidige manier van behandelen, welke behandeling je ook krijgt, is dat we de behandeling geven zolang als dat die werkt. En zolang als dat die werkt wil zeggen, we zien op de CT-scan nog geen groei. En pas op het moment dat die tumor groeit, gaan we kijken van wat is de oorzaak van resistentie en proberen we te behandelen. Dit is een studie waarbij we door middel van een bloedafname, 1 keer per 2 maanden, tijdens behandeling met zo'n tablet, kijken in het bloed of wij resistentie zien. Een tumor die groeit, maar er gaan ook heel veel tumorcellen dood. En dat erfelijk materiaal, dat DNA van die tumorcellen, dat komt vrij in de bloedbaan. En dat kunnen wij tegenwoordig meten. Dus dat is gewoon 1 buisje bloed afnemen en vervolgens kunnen we de hele DNA-opmaak van zo'n tumor in kaart brengen. En het doel van deze studie is om resistentie, dus tumorcellen die weer kunnen groeien, dat we die in het bloed vinden nog voordat de tumor groeit op een CT-scan. En ook al die resistente, die ongevoelige cellen de nek omdraaien met het aanpassen van de behandeling. En dit denken wij, dat is wel echt de toekomst. Dat je niet wacht dat die tumor groeit, maar dat je voordat die groeit onrustige cellen al probeert weg te vangen. Iets anders is, als die tumor dan toch groeit, kun je dan zo goed mogelijk die tumorcellen nakijken. Wat vaak gebeurt is een onvolledige analyse op een biopt. En in deze studie kijken we bij mensen waarbij die doelgerichte behandeling is uitgewerkt, zowel in het bloed als op het weefsel, niet een paar stukjes van het DNA na, maar echt alles. En dan is de kans ook groter dat je de oorzaak van resistentie vindt. Deze slaan we even over. Ik wil het nog heel kort hebben over immuuntherapie. Dat is een behandeling die, zoals in het introductiefilmpje mijn collega Willemijn Telen vertelde, heeft een gigantische verbetering gebracht. Dat is wel voornamelijk bij mensen die niet zo'n DNA-verandering hebben waarvoor een tabletbehandeling beschikbaar is. Wij zien dat dat tumoren zijn die veelal bij mensen die weinig of soms wel eens niet hebben gerookt. En daar werkt een huidige vorm van immuuntherapie helaas niet goed. Toch is het zo dat ook daar ontwikkelingen zijn. En dit is wat je noemt een T-celtherapie. Dat is niks anders dan dat we bij veel mensen zien dat de afweercellen van het eigen lichaam toch al bezig zijn die tumor aan te vallen, maar een setje nodig hebben. En in dit soort studies wat er gebeurt is dat er 1 tumorplek wordt weggehaald, de eigen afweercellen uit die tumorplek worden geïsoleerd, worden buiten het lichaam vermenigvuldigd en weer teruggegeven. En hier worden al hele mooie resultaten mee gezien, juist ook bij mensen die niet op de huidige vorm van immuuntherapie reageren. Dus dit is nog toekomstmuziek, maar het laat zien dat er heel veel ontwikkeling zit. En dat was ook een beetje waarmee ik wilde afsluiten. Dat volledige DNA-analyse is belangrijk. Zijn er dingen die missen? Vraag het je longarts, je longoncoloog. Op het moment dat de behandeling is uitgewerkt, zo'n doelgerichte behandeling, vraag dat het tumorbiopt en het bloed netjes worden nagekeken. En vervolgens behandeling in studieverband, zoals dit soort nieuwe vormen van immuuntherapie, die kunnen echt jezelf ook helpen. En daarnaast ook anderen. Heel veel van die behandelingen die ik nu laat zien, zoals osimertinib, waren er 5 jaar geleden nog niet en zijn nu standaard van behandeling. Dat was waarmee ik wilde afsluiten. Dank je, Joop. Er zijn heel veel vragen. Ik zal de belangrijkste, of tenminste degene, de vraag die het meest terugkwamen, vragen. Kan het zijn dat je al jaren wordt behandeld en dan ineens een mutatie ontstaat? Dat je die eerder al die jaren niet had? Nee, de meeste van dit soort mutaties ontstaan echt, dat is echt de oorzaak van de longkanker. Dus dat is niet iets wat gaandeweg ontstaat. Wat ik wel regelmatig heb meegemaakt is dat er in het begin of niet volledig is gezocht, of op dat moment wel volledig is gezocht, maar bepaalde DNA-veranderingen waren toen nog niet bekend. En die zijn gaandeweg wel bekend geworden.
En dat ik zo'n test overdoe en dat ik iets vind wat er vanaf het begin af aan al is geweest, maar niet is gevonden. Oké, en dan komt meteen de vraag die ook meerdere keren terugkomt. Zijn die testen dan heel duur, dat ze niet altijd bij iedereen gedaan worden? Ja, testen zijn zeker duur, maar eigenlijk alles wat wij doen is extreem duur. Ja, dat is het mooie denk ik van een land als Nederland, dat we betalen allemaal onze premie en je hoopt het nooit nodig te hebben. Maar een keer zal je het nodig hebben en dan moet het geld gewoon uitgegeven worden. Oké. Okay. Weet je, uiteindelijk, je kunt het beter in één keer goed doen en gewoon in één keer een hele goede test doen en zo uitgebreid mogelijk. Want het is altijd maar een fractie van de behandeling. Ja. De behandeling is veel duurder. En goed zoeken levert gewoon de beste behandeling op. Ja, dus in eerste instantie altijd goed DNA-onderzoek doen. Ja. Ja. Ja, want het blijft dezelfde mutatie. Dat denk ik belangrijk. Ja, tenzij je doelgerichte behandeling geeft, dan kan het onderweg veranderen. Ja. Ja. En de vraag is ook, komt Tagrisso of osimertinib in de hersenen? Ja, heel goed. En alectinib? Ook. Ook in de hersenen. Dus de meeste middelen komen in de hersenen. En er was nog een vraag, kan je na EGFR ALK worden? Ja, wel heel zeldzaam, maar dat kan. Dus wat wij zien, en dat is misschien wel aardig om dat plaatje weer, ik weet niet of dat nog op kan. Omdat plaatje weer terug te krijgen, want eigenlijk is dat altijd heel fijn om, om in je achterhoofd te hebben. Ja, deze. Ja. Dus dat rechtsonder. En wat je ziet is dat ALK ook in dat rijtje zit. Dus je kan bijvoorbeeld starten met een EGFR-mutatie. Je remt EGFR. Maar ALK kan zo'n resistentie zijn. Hè? Dus via ALK kan ook weer het signaal naar beneden gaan om die groei weer aan te zetten. Ja. Maar het is dus niet zozeer dat het echt verandert. Het is niet dat EGFR weggaat en ALK komt. Er komt altijd iets bij. Oké, en dan is meteen de laatste vraag. De bijwerkingen van deze medicijnen, want die heb je al als je er één hebt en helemaal misschien als je er twee hebt. Kan je daar iets over zeggen? Ja, ja, we zien dat dat heel erg verschilt van persoon tot persoon. Dus bijwerkingen zijn gemiddeld genomen, vallen heel erg mee. En dat is altijd heel makkelijk gezegd vanuit de stoel van de arts. Ja. Want ik voel die vermoeidheid niet. Maar je moet het ook altijd afzetten tegen wat als je die behandeling niet doet en die tumor groeit, dat gaat ook niet goed. Of tegen een alternatieve behandeling, dat is in de regel is dat chemotherapie, wat ook een prima behandeling is en vaak goed te verdragen. Toch zien we dat die doelgerichte behandeling gemiddeld genomen beter wordt verdragen. En het liefst wil je in een situatie waarin die kanker er niet is en je helemaal niks hoeft te nemen, maar ja, dat is helaas niet mogelijk. Oké. Okay. Nou, zeer veel dank. Ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar in Nederland hebben afgesproken met de longartsen onderling, dat als een mutatie minder dan 5% voorkomt in de samenleving of bij longkanker specifiek, dat we dan eigenlijk naar 5 centra verwijzen, omdat het echt wel heel ingewikkeld is, zoals je hebt laten zien. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Nou, de volgende presentatie is Margriet Quint. Zij begeleidt onze patiënten, zij is physician assistant, dus zij begeleidt onze patiënten die komen die gecombineerd chemotherapie en bestraling krijgen. En dat is een hele intensieve periode van week in, week uit. Vaak 6 weken lang elke dag. En Margriet ziet heel veel van dit soort patiënten. Margriet. Dankjewel Wanda voor de mooie introductie. Welkom iedereen. De komende minuten ga ik dus iets vertellen over de bestralingsbehandeling bij lokaal uitgebreid longkanker. Hier zien we een long, dat is natuurlijk vandaag al vaker aan het licht gekomen, met in het midden het hart. En dan zien we hier eigenlijk een kleine tumor in de long, dat is de groene stip. En dan spreken we eigenlijk van beperkt stadium longkanker. Nou, dit stadium van longkanker wordt er vaak door de chirurg uitgehaald, zoals Koen net al zo mooi in al zijn prachtige filmpjes heeft laten zien. Maar soms is het ook zo dat de patiënt in een slechte conditie is door bijvoorbeeld een slechte longfunctie, dat het niet mogelijk is om te opereren omdat dat veel te risicovol is. Of wil een patiënt geen operatie en dan kunnen we dit ook met een hoge dosis precisiebestraling bestralen. Dat noemen we ook wel stereotactische radiotherapie. Nou,
Zoals ook al net is genoemd, wordt longkanker vaak pas ontdekt op het moment dat de tumor al in een verder stadium is dan in het beperkte stadium. Soms zit er een hele grote tumor in de long, zoals je op dit plaatje kan zien aan de grote groene bol. En kunnen er ook lymfeklieren in het gebied tussen de longen zitten. Dat is eigenlijk in dit gebied. Dat zijn eigenlijk die kleine groene stippen die je op het plaatje ziet. Nou, we spreken hier van lokaal uitgebreid longkanker. Dus dat betekent dat de longkanker in de borstkast wel is uitgebreid naar de lymfeklieren, maar dat er nog geen uitzaaiingen zijn, zoals bijvoorbeeld in de hersenen of zoals in de botten. Nou, vaak is het dan niet goed mogelijk om dit met een operatie eruit te halen. Bijvoorbeeld omdat de tumor zich helemaal om een groot belangrijk bloedvat heeft gegroeid of om de luchtpijp of de slokdarm zit. En dan kan het vaak niet door een operatie eruit gehaald worden. En dan kiezen we vaak voor een bestralingsbehandeling die we dan combineren met chemotherapie. Nou, het aantal bestralingen kan variëren tussen de 17 en de 33 bestralingen. En we kunnen dit combineren met de chemotherapie. En hier in het AVL geven we vaak 24 bestralingen die we dagelijks combineren met de chemotherapie. Maar soms kan daar ook van afgeweken worden. We bekijken altijd met het hele behandelteam wat per individuele patiënt de beste behandeling is. En daarbij kijken we ook weer naar het hele specifieke tumor. Wat Joop net eigenlijk al heel mooi heeft uitgelegd, dat elke tumor weer helemaal anders is. Soms kiezen we ervoor om ook vooraf aan de bestralingsbehandeling de chemo te geven. Omdat we dan willen dat de tumor eerst wat kleiner wordt voordat we starten met de bestralingsbehandeling. Maar het kan dus ook gelijktijdig gegeven worden. En daar ga ik nu wat meer over vertellen. Nou, om te beginnen, wat is nou eigenlijk radiotherapie? Wat is straling? Mensen vinden het vaak een beetje eng. Het is heel abstract. En we hebben natuurlijk berichtgeving in het nieuws over verschillende dingen met straling. En dit is Tsjernobyl, wat iedereen natuurlijk wel kent. Nou, radioactief afval komt ook regelmatig voor in het nieuws. En de laatste tijd is ook het 5G-netwerk van de telefoon die straling een hot item in de nieuwsberichtgeving. En iedereen weet ook dat UV-straling schadelijk is als je te lang in de zon ligt. Maar waar ik het... Ja, dus radioactiviteit en straling zijn vaak eng. Je hoort het niet, je ziet het niet, je ruikt het niet. Maar waar ik het vandaag over wil hebben zijn eigenlijk de voordelen van straling. Dus de radiotherapiebehandeling is een hele belangrijke behandeling in de behandeling van kanker. En ook dus bij longkanker. Straling kan de kankercellen doden via beschadiging in het genetisch materiaal. Dat noemen we DNA. Nou, dat is ook al ter sprake gekomen. De cellen kunnen dan niet meer delen door deze beschadigingen en die gaan dan dood. Gezonde cellen die zijn veel beter gebouwd en die kunnen zich dus veel beter herstellen van deze schade in het DNA. En kunnen dus weer herstellen van de bestraling. Hieronder zien we dat in een plaatje. Daar zien we het DNA. Nou, het DNA bestaat eigenlijk uit twee eiwitstrengen. En daartussen zitten een soort bruggetjes. En door de radiotherapie hakken we eigenlijk drie bruggetjes door de midden, waardoor die twee eiwitstrengen uit elkaar gaan en dan gaat de cel dood. Nou, bij gezonde cellen kunnen die bruggetjes weer aan elkaar groeien en blijft de cel eigenlijk leven. Dus dat is eigenlijk waar radiotherapie hoe het werkt. We geven een bepaalde sterkte van de radiotherapie, waarbij de kwaadaardige cel doodgaat en de gezonde cel die kan dat overleven. En met de nieuwe huidige technieken, zoals ook protonentherapie, IRMT, VMAT, maar dat zijn allemaal wat ingewikkelde termen waar ik nu niet verder op in zal gaan. Daarmee zijn we veel meer in staat om een hoge dosis op de tumor te geven en de gezonde cellen daaromheen te sparen. Nou, hoe gaat zo'n radiotherapiebehandeling nou in zijn werk? Voordat we beginnen met de bestraling, wordt er een scan gemaakt. Dan plaatsen we een kapje op de mond of we plaatsen een buikband. En daarmee kunnen we dan de ademhalingsbeweging van de tumor meten, zodat we precies weten hoe de tumor beweegt tijdens die ademhaling. Zodat we tijdens de bestraling daar rekening mee kunnen houden. Dus tijdens de bestralingsbehandeling kan je gewoon doorademen. Ook plaatsen we hele kleine tatoeagepuntjes, zo klein als een naaldenprik. Drie aan de voorkant en aan elke zijkant één. En daaroverheen projecteren we laserlijnen. En met behulp van die laserlijnen kunnen we iemand elke dag tijdens de bestraling weer in dezelfde positie neerleggen, zodat je eigenlijk niet steeds in een andere positie gedraaid op tafel ligt.
Nou, als die voorbereidende scan is gemaakt, gaan we met het hele team aan het werk om precies te bepalen hoe we die bestraling willen geven. Nou, daarvoor gebruiken we ook de andere scans die gemaakt zijn, zoals bijvoorbeeld een PET-scan of een MRI-scan of een eerder gemaakte CT-scan, om heel exact te bepalen wat is tumor en wat is gezond weefsel. Dat tumor willen we dan bestralen met een hoge dosis en de gezonde cellen, de gezonde organen, willen we dus zoveel mogelijk sparen. Nou, als deze berekening klaar is, dan kunnen we starten met de bestralingsbehandeling. En dat is dus vaak een periode van 5-6 weken waarin dat plaatsvindt. Hier zie je een plaatje van een bestralingsapparaat. En de patiënt komt dan vaak op tafel op de rug te liggen met de armen naar achteren in een steun. En het apparaat draait er omheen. Nou, je ruikt of je voelt de bestraling niet, maar we hebben een piepje in het apparaat gezet, zodat iemand altijd weet dat die aan staat. Dus je hoort een piepend geluid. Nou, het bestralen gaat eigenlijk heel erg snel. Dat duurt maar een paar minuten. Maar aan het bestralingsapparaat zit ook een scanner. En die scanner, zodra de patiënt op tafel ligt, gaan we met die scanner een scan maken om inwendig te controleren of we exact op de juiste plek zitten. Dat zullen we direct controleren. En we kunnen vanaf buiten de tafel waarop de patiënt ligt, kunnen we bedienen. En die kunnen we in een aantal richtingen bewegen. Zodat we zo nodig de tumor een aantal millimeter kunnen verschuiven. Zodat we exact op de juiste plek zitten. En daarmee dus de tumor goed kunnen raken en de gezonde cellen zoveel mogelijk sparen. En we kunnen zo ook echt controleren of we op de juiste plek zitten. Alles bij elkaar duurt die procedure ongeveer 20 minuten per keer. Er zijn natuurlijk ook wat bijwerkingen te verwachten van deze bestralingsbehandeling voor lokaal uitgebreid longkanker. Veel voorkomende behandeling zijn vermoeidheidsklachten, want het kost natuurlijk energie om 5 weken lang elke dag naar het ziekenhuis te komen. We maken de kwaadaardige cellen kapot, die moeten opgeruimd worden door het lichaam, dat kost energie. En de gezonde cellen die moeten herstellen, dat kost ook weer energie. Nou, vaak hoesten mensen al als er een tumor in de long zit, doordat dat een hoestprikkel geeft. Maar door de bestraling kunnen we de luchtwegen nog een klein beetje extra irriteren, waardoor het hoesten soms wat kan toenemen. Nou, vanaf de mond loopt de slokdarm zo naar de maag. En de slokdarm die ligt vaak in de buurt van de lymfeklieren die hier in het gebied tussen de longen in zitten. En de slokdarm is bekleed met een slijmvlieslaagje. En dat slijmvlies kan ontstoken raken door de bestraling, waardoor het tijdens de bestralingsbehandeling pijnlijk kan zijn om te eten. Met name als het eten zakt naar de maag. Nou, dat slijmvlies kan weer herstellen. Je moet het een beetje vergelijken met als de huid bijvoorbeeld verbrand is door de zon. Dan moet er weer een nieuw huid ontstaan en dan zijn die klachten weer verdwenen. Dus vaak zijn een aantal weken na de laatste bestraling is dat slijmvlies weer vervangen en gaan de slikklachten weer over en kan iemand weer goed eten. Soms als de tumor een beetje oppervlakkig ligt, dus vlak onder de huid, kunnen er ook wat huidklachten ontstaan. De huid kan een beetje verkleuren en soms kan ook wat irritatie ontstaan. Ook zijn er nog bijwerkingen die vaak na afloop van de bestralingsbehandeling optreden. Doordat we de tumor in de long bestralen, ontstaat daarna op die plek littekenweefsel. Maar we raken natuurlijk ook een beetje van het longweefsel eromheen. Dus daar zal ook wat littekenweefsel ontstaan. Ook kunnen de luchtwegen die we bestralen soms een beetje vernauwen door de bestraling, waardoor het ademen wat lastiger gaat. En daardoor kan de longfunctie wat achteruit gaan. En dit heeft natuurlijk invloed op de algehele conditie en kan ook wat meer vermoeidheidsklachten blijvend geven na deze behandeling. Ook kan er soms een bestralingslongontsteking optreden. Dit is een longontsteking die komt niet door een virus en ook niet door een bacterie, maar dat is eigenlijk een reactie op de bestralingsbehandeling. En die treedt vaak op pas een aantal maanden na de bestraling. Gelukkig treedt deze bestralingslongontsteking bij de meeste mensen niet op. En als hij optreedt, kunnen we dit vaak goed behandelen met een prednisonkuur. Wat ik al genoemd heb, we geven deze behandeling vaak gecombineerd met de chemotherapiebehandeling. En in het AVL doen we dat vaak met de dagelijkse chemotherapie als het om lokaal uitgebreid longkanker gaat. Dus dat is iets anders dan de chemotherapie die gegeven wordt voor longkanker, wat is uitgezaaid naar andere organen. Patiënten komen dan op de dagbehandeling en krijgen de chemo via een infuus toegediend, ongeveer 1,5 uur vooraf aan de bestralingsbehandeling. Dus elke dag opnieuw. Dus dat kost toch flink wat tijd, 5 weken lang. Ongeveer 2 uur per dag ben je wel zoet in het ziekenhuis. Daarna spoelen we nog na met vocht om ervoor te zorgen dat de nieren goed blijven werken.
En die chemotherapie geeft natuurlijk ook wat bijwerkingen. Nou, zoals bekend kan je natuurlijk misselijk worden van chemo en kan de eetlust achteruit gaan. De nierfunctie kan achteruit gaan, maar dat hopen we te voorkomen doordat we vocht extra toedienen. En ook de bloedwaarden kunnen een beetje achteruit gaan, zoals onder andere het magnesium en de rode bloedlichaampjes. Maar daarvoor prikken we regelmatig het bloed om alles goed in de gaten te houden. En als er bijwerkingen optreden, dan proberen we sperringen we daarop in en proberen we iemand toch echt door deze behandeling heen te slepen. En eigenlijk lukt dat altijd goed. Na de behandeling is het natuurlijk heel spannend van wat is het resultaat. Maar dan moet het toch nog een beetje geduld opbrengen, want we maken niet direct de dag na de behandeling een scan. Het lichaam heeft even tijd nodig om de behandeling te verwerken. Je kan het vergelijken met als er bijvoorbeeld een bot is gebroken of je hebt een grote wond. Dan duurt dat ook een aantal weken voordat het is genezen. Dus het lichaam heeft tijd nodig om de kwaadaardige cellen op te ruimen. En daarom zullen we pas een aantal weken na deze bestraling een scan maken om het effect te evalueren. En soms kan er dan nog besloten worden om nog een extra behandeling te geven, zoals bijvoorbeeld immunotherapie. En soms wordt er ook nog besloten om nog te opereren. Maar dit zullen wij weer eigenlijk met het hele behandelteam besluiten en gaat eigenlijk per individuele patiënt. Want elke patiënt is uniek en ja, we houden zoals iedereen daarna goed onder controle. Dus dit was eigenlijk een beetje wat de behandeling voor het lokaal uitgebreid longkanker inhoudt. Bedankt voor jullie aandacht. Dank je wel, Margriet. Een aantal vragen. Stel dat je een mutatie vindt bij het weefsel en je hebt een beperkte ziekte, lokaal beperkte ziekte, waarvoor je chemotherapie met bestraling zou moeten gaan starten. Doe je dat dan niet en geef je alleen zo'n mutatieremmer, zo'n gerichte behandeling? Of ga je nog steeds de ouderwetse behandeling doen? De standaardbehandeling? Ja, de mutatiebehandeling, wat Joop net eigenlijk mooi heeft laten zien, het kan heel effectief zijn, hè, dat eigenlijk die uitzaaiing als sneeuw voor de zon verdwenen op de plaatjes. Maar wat hij ook goed heeft laten zien is dat die behandeling geen genezing biedt. De combinatiebehandeling van chemo en bestraling heeft als doel om te genezen. Dus vaak beginnen wij toch met die standaardbehandeling, met als doel om alle kwaadaardige cellen te doden. Dus met als doel genezing. Maar eigenlijk is het heel fijn om te weten al op dat moment voor als je die mutatie hebt. We hopen natuurlijk dat de ziekte nooit meer terugkomt. Maar helaas bij longkanker kunnen we dat nooit garanderen. En dan heb je eigenlijk dat mutatiemedicijn nog in de kast. Dus dan weet je op het moment dat het terugkomt dat je eigenlijk een heel effectief medicijn in de kast heeft. Maar zoals ik al zei, we kijken hier wel per individuele patiënt. Dus we zullen daar soms ook van af kunnen wijken. Oké, duidelijk. En als het terugkomt, waarom kan je eigenlijk maar een paar keer bestralen? Waarom kan je niet onbeperkt doorbestralen, is een vraag. Dat heeft te maken met wat het gezonde weefsel aan kan. Dus het gezonde weefsel kunnen we niet oneindig bestralen. Dus een plek die al bestraald is, als we bijvoorbeeld in de long bestralen en daarachter zit het ruggenmerg bijvoorbeeld. En het ruggenmerg kunnen we maar tot een bepaalde dosis bestralen. Want als we daar overheen gaan, dan krijg je een bestralingsdwarslesie. En dat is natuurlijk heel erg ernstig. Dus we moeten wel de grenzen die de gezonde weefsels aan kunnen in acht nemen. En als je ooit bestraald bent, onthoudt je lichaam dat de rest van je leven. Maar we kunnen wel altijd op een andere plek in het lichaam bestralen die nog niet eerder bestraald is. En dan is een vraag, als iemand heel erg moet hoesten, hoe kan je dan de longengroep bestralen als ze zo op en neer gaan? Nou, we hebben twee camera's altijd op iemand gericht. Er is een intercomverbinding, dus dan stoppen we. We stralen niet door als iemand aan het hoesten is, want dat vind ik niet veilig. En we hopen dan, kunnen dan toch met wat medicatie toch proberen om het hoesten te onderdrukken. En gelukkig in de praktijk lukt dat vaak toch wel om even dat hoesten te kunnen inhouden. Maar we kunnen een bestralingsbehandeling pauzeren en dan verder gaan waar we gebleven zijn. Oké, dankjewel. Dat was het. Nou, dan wil ik nu naar voren vragen. Mevrouw Ploeg, zullen we tutoyeren? Alsjeblieft. Dan wil ik graag vragen of je hier wil komen staan bij de microfoon. En je man is meegekomen, die zit in de zaal. Dat was altijd. Deze hele grote volle zaal.
Nou, wij kennen elkaar al heel wat jaren. Ja. En kan jij vertellen wanneer je voor het eerst bij de longarts kwam? Voor het eerst bij de longarts? Ja. Hier in het AVL? Nee, bij de andere longarts. Ja. Ja. In 2013 heb ik voor het eerst een longfoto gekregen. Mm-hmm. Omdat ik pijn had bij diep doorademen. En op de longfoto was niks te zien. In 2014 weer terug, want die pijn die bleef. En ook weer niks te zien op de longfoto. In 2015 begon ik helemaal een beetje scheef te lopen. Bij mijn schouder zakte af. En de pijn werd erger met het diep doorademen. En toen heb ik bij een orthopeed ben ik geweest en een complete botscan gehad. Waarbij de diagnose was aan slijtage aan het lichaam. En gamma mensen die ik ga doen, dat heb ik gedaan een half jaar. Maar de pijn bleef terugkomen. Mm-hmm. En toen werd ik door de huisarts weer doorverwezen naar de neuroloog. En die wist het eigenlijk ook niet. En die zei, ga maar een MRI laten maken. Want misschien zit er een zenuw bekneld in je lichaam. En die is genomen. En de volgende dag werd ik gebeld dat er was een hele andere conclusie getrokken. Dat er zat een vlek op mijn long. Mm-hmm. En binnen de dag erna heb ik een PET-CT-scan gehad. En toen bleek dat het uitgezaaide longkanker was. Met uitzaaiingen naar mijn lymfe, mijn lever en mijn bijnier. Ja. En toen kreeg ik te horen van, je hebt niet zo erg lang meer. We kunnen het niet genezen. Het is stadium 4. En ja, we kunnen het beste chemokuurtje voor je zoeken. We hadden net 14 dagen ervoor te horen gekregen dat we opa en oma zouden worden. En de arts kon dus niet zeggen of ik die geboorte mee zou maken. Van het eerste kleinkind? Ja. Ja. Ja, en dat was ongeveer 5 jaar geleden, is dat nu? Nee, in 2015, begin 2016. Ja. Ja. Dus toen hoorde je dat je dat chemotherapie kon en dat je misschien niet zo lang meer te leven had. Dat je de geboorte van je eerste kleinkind niet zou mee kunnen maken. Ja. En toen, wat hebben jullie toen als gezin gedaan? Wij hebben overleg gehad met het hele gezin. En we zijn tot de conclusie gekomen van, nou, hier in dit ziekenhuis gaan we niet verder. We proberen naar het AVL te komen, want daar hebben we ten eerste het nieuwste van het nieuwste. En een chemo kunnen we altijd nog. En we waren bij het andere ziekenhuis gewoon niet tevreden. En we zijn naar het AVL gegaan en daar werd al direct aan mij gevraagd, omdat ik in een goede conditie was, wil je misschien meedoen met een studie of met van immuuntherapie? Ja. En dat hebben we gezegd van, het is voor ons alles of niets. Dus u was voor uw gevoel een beetje opgegeven? Ja, ja. En toen ging u de immuuntherapie in en hoe ging dat toen met u? Met mij? Ja. Hoe dat ging? Want u had heel veel pijn, u had klachten. Ik had pijn. Hoe ging dat toen met de immuuntherapie? Ja, dat ging wonderbaarlijk. Dat was binnen een paar keer na de eerste kuur. Een paar weken daarna voelde ik al wat verbetering. De pijn was al weg. Mm-hmm. Eigenlijk na twee kuren was de pijn weg. En gedurende de jaren dat ik het kreeg, waren er steeds meer tumorweefsels weg. En heeft u last ervan gehad? Heeft u bijwerkingen van de immuuntherapie gehad? Nee. Een beetje vermoeidheid en een klein beetje diarree. Mm-hmm. Maar voor de rest heb ik geen bijwerkingen gehad. Nee. En hoeveel jaar heeft u toen immuuntherapie gehad? Uiteindelijk 4 jaar. Dat is heel lang. Dat is heel lang, Kunt u zeggen hoe dat kwam? Nou, ik zat in die studie en er werd ook gezegd, je mag doorgaan zolang als je wil. En ik heb er weinig last van, dus waarom zou ik stoppen? En u durft ook niet te stoppen? Nee, het gaf mij heel veel een zeker gevoel van het helpt. Dus, wat natuurlijk heel erg, je hebt een moment gehoord eind 2015 dat je niet lang meer hebt. Ja. En dan ga je, na een paar weken voel je wat beter, na een paar maanden komt de eerste scan, dan is het ook afgenomen. Een jaar later is het nog steeds verder afgenomen. Wat doet dat met jou als mens? Dat je van het ene naar het ander gaat? Ja, vanuit een diep dal ga je toch weer, klim je toch wel weer omhoog. En
hebben wij toch altijd wel een beetje positief gedacht. En we gaan dit overwinnen. En we zijn toch ons leven wel weer op gaan pakken met leuke dingen doen. Lekkere vakanties gaan. En de dingen van alle dag eigenlijk. En was je elke dag bang dat het weer terug zou komen? Of is dat op de achtergrond? Dat zit op de achtergrond. Ja, inmiddels wel. Ja. Elke dag als je wakker wordt? Nou, nee. Nee. Niet. Nee. Het beheerst niet meer mijn hele leven. Nee. Toen ging u naar een andere publiekslezing. Ja. Dat ging alleen maar over immuuntherapie. Ja. Daar was professor John Hane. Ja. En toen heeft u een vraag gesteld. Ja, want ik moest het besluit nemen om te gaan stoppen, wat de artsen graag wilden. Ja. En mijn onzekerheid. Ja, dat. U durfde niet. Nee, we hadden het er elke keer over van moet je dat nou blijven gebruiken? Want ondertussen wisten we dat in de hele wereld iedereen 2 jaar immuuntherapie. Ja. Maar u ging al 4 jaar door. Ja. En wat adviseerde hij toen? Hij adviseerde toen laat nog even een PET-scan maken. Ja. Want dan krijg je voor jou misschien meer zekerheid dat we kunnen zien of er nog wat zit. Ja. Omdat het litteken wat dan boven in mijn long, dat plekje wat nog in mijn long was, zit. Dat ze niet weten of het littekenweefsel of tumorweefsel was. Ja. Dus daarna in overleg is er toch een PET-scan weer gemaakt. En toen? En toen vonden ze toch nog 2 nieuwe tumoren in mijn buik. Ja. In mijn lymfklieren. Dus dat was. Hoe was dat toen? Voor mij, mijn gevoel was wel dat ik dacht van, dat is toch goed geweest. Van, ik moest niet stoppen, want het zat nog niet goed. Ja. En dit was wel even een domper, dat er weer 2 nieuwe zaten. Maar er werd gelijk gezegd, het is operabel. Dus ik ben heel snel geopereerd. En de lymfklieren zijn eruit gehaald. En En dat waren uitzaaiingen van de longkanker van 5 jaar geleden, die steeds gevonden was. Ja. Ja. Dus u had al jaren immuuntherapie en ondanks dat kwam het terug. Die zijn eruit gehaald en hoe is het daarna gegaan met u? Heel goed. Weer heel goed. Ja, heel goed. En toen is er nog een controle PET-scan gedaan. Ja, en toen bleek, toen werd mij wat verteld wat iedereen graag wil horen, van je bent schoon. Ja, dus 5 jaar later ben je stadium 4, ben je schoon. Ja. Ja. Voor nu? Voor nu. We weten niet hoe. Nee. En toen durfde je de immuuntherapie te stoppen? Toen ben ik gestopt met de immuuntherapie. Dus je bent nu 5 jaar later, zonder behandeling. Ja. En je voelt je goed? Ik voel me heel goed. Niet een beetje moe? Nee. Helemaal goed? Helemaal goed, ja. 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 Ja, ik denk dat, ik heb je gevraagd of je vanavond je verhaal wilde vertellen. Omdat we vertellen natuurlijk heel veel slecht nieuws of somber nieuws. Maar we willen ook heel graag de veelbelovendheid laten zien van nieuwe behandelingen. En wat voor heel veel mensen heel moeilijk is, als je eerst hebt gehoord dat je nog maar heel kort te leven hebt. En dan, wat doe je weer met die extra jaren? En je blijft in een soort onzekerheid leven. En je kan niet zeggen dat je genezen bent nu. Nee, want de 3-maandelijkse controle die ik voorlopig nog krijg, die blijft komen. Ja. En die spanning, dat geeft af en toe wel, toch wel moeilijk. Ondertussen, hoeveel kleinkinderen heb je nu? 4. Ja. Ja. Dat is heel mooi. Heel mooi. Ja. Heel dankbaar ervoor. Ja. Nou, ik ben ontzettend dankbaar dat jij je verhaal hebt durven komen te vertellen hier. En ik denk dat het voor heel veel mensen die in deze situatie nu zitten, hoop biedt. Dat hoop ik ook. Ja. Het gaat niet bij iedereen op deze manier werken, maar daarom is het zo belangrijk dat we onderzoek blijven doen en steeds weer nieuwe combinaties en door blijven kijken. Want jij kwam precies in een nieuwe studie toen immuuntherapie net begon. Ja. En straks is er weer het volgende wat net begint. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Heel erg veel dank voor je komst. Dank jullie wel. Ja. Nou, ik denk dat ik zal eens kijken of er nog vragen zijn binnengekomen over immuuntherapie. Ja, er is een vraag. Als je uitzaaiingen hebt, je hebt immuuntherapie gehad of je hebt persoonlijke gerichte behandeling gehad, of je dan toch nog soms opereert. Nou, ik denk dat dit verhaal heel duidelijk heeft laten zien dat, normaal gesproken, als je uitzaaiingen hebt, ga je niet lokaal iemand opereren. Want dan moet je het hele systeem behandelen. Maar dat is toch heel vaak steeds meer en meer het voorkomt dat als er maar heel weinig uitzaaiingen zijn, dat we het toch net doen alsof dat
ja, toch allemaal genezend te behandelen is. Dat we dus die lokale uitzaaiingen toch bestralen of opereren als het er niet te veel zijn. En dan lijkt het toch, en daar doen we nu ook weer onderzoek naar, dat mensen langer leven als je weghaalt. En dat deden we vroeger echt niet. Dus ik denk dat alles bij elkaar, dat er ja, veel hoop is voor een steeds betere overleving voor longkanker. En dat wil ik jullie allemaal bedanken voor de sprekers bedanken en de organisatie. Martine vooral bedanken. En alle kijkers. En geef het door. Laat iedereen het kijken. We zullen proberen nog antwoord te gaan geven op al die andere vragen die we nu niet hebben kunnen beantwoorden. Dus ik hoop dat wij dat kunnen doen. En voor nu, ik wens jullie een goede dag, avond, nacht. Tot de volgende keer.